Hallo, ik ben Kelly Stessen en namens MBMC Plus Sport en Beweegt gaan we nu even lekker 15 minuten wat oefeningen doen. En met de focus vooral op rek- en strekoefeningen. Je kunt gewoon meedoen met je huidige kleren, je hoeft niet om te kleden en je hebt ook geen materiaal verder nodig. Buiten een stoel en een tafel, maar ik denk dat dat de meeste mensen wel in de ruimte hebben staan. Iedereen kan dus ook gewoon meedoen. Goed. Waar we mee gaan beginnen is bepaalde oefeningen, rek-strek-oefeningen voor je schouders. We beginnen met de handen naast ons lichaam en we beginnen kleine rondjes te maken. Dat voelt wel lekker aan, hè? En de andere kant op. Wat ik trouwens wel nog even vergeten ben om te zeggen, stel je bent met collega's of met andere mensen, hou wel even die 1,5 meter afstand. Klein detail. Oké. Nu, ga eventjes op stoel zitten. Ik laat hem even zo van de zijkant zien, want dan kun je hem er de beste meedoen. Het is een eentje ook voor de rug. En ik krijg van heel veel mensen horen dat ze hem heel erg fijn vinden. Vooral als je problematiek hebt in de rug, als je wat stijver bent of wat rugklachten hebt. Wat we gaan doen is, je doet je rechterbeen over je linker. Dan trek je met je linkerhand de knie naar je toe en je draait naar achteren toe. Merk je dat je weinig ruimte hebt in je stoel, kom dan ietsjes naar voren toe, waardoor je echt door kan draaien. Die knie die trek je echt goed naar diezelfde kant toe, naar je lichaam toe. Als het goed is, voel je nu direct in je onderrug en hou dit eventjes vast. Hou nog eventjes vast, blijf die knie naar je toe trekken. En misschien kom je nu zelfs door te draaien nog ietsjes verder naar achteren toe gedraaid. Nog 3, 2, 1 en wisselen. Dus andere knie, linkerknie over je been heen, over je rechterbeen. Met je rechterarm trek je die knie naar je toe. En je draait in naar de andere kant toe. Blijf die linkerknie goed naar de rechterkant toe trekken. En hou vast. Kijk of je misschien nog iets meer met je bovenlichaam in kan draaien. En voel die rek in je rug. Oké. Meer aan het einde komt deze ook nog eventjes terug, want die is gewoon heel erg fijn. Nu, zet je stoel voor een tafel. Of in ieder geval iets waar je je handen op kunt leggen. Leg je polsen op de rand van die tafel. Je moet echt veel ruimte hier tussenin hebben. Je voeten ietsjes meer uit elkaar. Je navel in. En wat we nu gaan doen is je hoofd tussen je armen laten hangen. Merk je dat je nu iets meer naar achteren toe moet gaan zitten, zodat je echt nog meer rek voelt, dan doe dat op dit moment even. En laat dat hoofd tussen je armen heen vallen. Laat je hoofd gewoon hangen, dus geen spanning op je nek. En nu voel je het heel erg lekker rekken tussen die schouderbladen in. Blijf eventjes lekker hangen. Let er wel op dat echt die polsen bij de rand zijn. Want op het moment dat je veel te ver met je handen op die tafel gaat liggen, dan heb je niet hetzelfde effect. Dan doe je misschien zelfs jezelf pijn. Dus dan wat liever met die billen nog ietsjes meer naar achteren toe. En dan voel je nog meer die rek. Kom eventjes recht zitten. Rol even je schouders naar achteren toe. En dan gaan we nog een keertje doen. Dus leg die polsen op de rand van de tafel. Laat jezelf dat hoofd tussen die armen heen vallen. En duw jezelf zelfs nog een beetje naar beneden toe. En je polsen houden het tegen. Heerlijk, deze rek even.
Oké. Van een aantal rekoefeningen gaan we eens even over naar een oefening wat je kunt doen in een stoel of zelfs op een bureaustoel. Want als je lang zit, dan is het ook best wel prettig om tussendoor, tussen het werk, ook wat oefeningen te doen. En wist je dat je zelfs push-ups kan doen in je stoel? Nou, dat gaan we nu even samen doen. Je kunt op twee verschillende manieren, ik ga eventjes wat meer zo, je staat misschien wat beter. Twee verschillende manieren het wat makkelijker en wat moeilijker maken. De makkelijke variant is om je voeten dichtbij te zetten. En de moeilijke variant is om zo meteen je voeten naar voren toe te zetten. Begin met de makkelijke met je. Dus de voeten dichtbij. Je zet je handen op de armleuningen. Dat kan ook met een bureaustoel. En je duwt jezelf omhoog en terug. Nu heb je best nog wel wat steun met je voeten. Probeer het even 3 keer. Dus je duwt jezelf omhoog en terug. En probeer dan zoveel mogelijk te duwen vanuit die armen. Zo min mogelijk vanuit je voeten. Oké, nu wil ik even met je ook een moeilijkere variant proberen. Dus voeten naar voren toe, dat je op je hakken, zie je het, op je hakken staat. En nu doen we hetzelfde, even 3 herhalingen maken. Dus je duwt jezelf op en terug. Je duwt jezelf weer op met die billen van de stoel af en terug. En de laatste en terug. Kies voor jezelf van wat is nu voor zometeen, want dat gaan we 30 seconden doen, een goede optie. Vond je deze nog te makkelijk? Dan doen we 1 been de lucht in. En doe je hetzelfde. En dan moet ook zelfs dat been ook nog van de lucht afkomen. Misschien zie je het bij deze kant nog net iets beter. Dus dan komt dat hele been ook van de stoel af. Oké, goed. Ik zet de timer aan en dit gaan we 30 seconden doen. Smaak je klaar? Kies jouw optie. Voeten dichtbij, voeten ver af of met 1 been in 3, 2, 1. En start maar. Dus voeten dichtbij kun je kiezen. Of op de hakken. Laat je ook helemaal terugzakken. Of met 1 been ook de lucht in. En je voelt het steeds bij iedere vorm iets meer in die armen. De achterkant van de armen. Daar voel je het vooral. Nog 5 seconden. Dan hebben we eventjes rust. In 3, 2, 1. En rust. Schud eventjes die armen uit. Gaan we nog 1 keertje doen. Dus op het moment dat je net met 1 voet de lucht in probeerde en deed, dat gaan we nu dan met de andere kant doen. In 3, 2, 1 en starten. 30 seconden. Je mag je helemaal laten zakken en weer omhoog duwen. Zorg er wel voor dat je borst vooruit is, dat je een mooie rechte houding hebt. In 3, 2, 1 en los. Oeh, dat was best wel pittig, hè? Schud even los. De volgende wat we gaan doen is voor de benen. Kom wat meer in het puntje van je stoel zitten. En wat we nu gaan doen is gewoon opstaan. Maar ook weer in verschillende varianten. De makkelijkste variant is met 2 voeten op de grond. Voeten ook dicht bij je. Je armen gekruist op je schouders. Je komt op en je gaat weer zitten. Je komt op, gaat weer zitten. Iets is moeilijker is dat je opkomt. Je tikt hem heel erg kort aan en je gaat weer omhoog. Dat is nummer 2. En de moeilijkere variant, de 3e variant, is met 1 been de lucht in. En je komt recht en je gaat weer zitten. Deze gaan we ook weer 2 keer 30 seconden doen. Ben je er klaar voor? Kies je optie. Gaan we in 3, 2, 1 en starten. Dus kies je optie of met 2 voeten helemaal zitten en omhoog. Of even licht aantikken en weer omhoog. Of je doet het met 1 been de lucht in. Hou die borst vooruit. Navel in en doe je het met 1 been de lucht in. Zorg dan dat je goed die balans vindt. Nog 5 seconden. In 3, 2, 1. Eventjes rust. Oeh, daar gaat de ademhaling van omhoog, hè? Oké, als je op 1 been is, wisselen van kant. En dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. En starten. Omhoog en zakken.
Dit is ook de laatste krachtoefening wat we doen. Dus alle energie wat je nog eventjes hebt, eventjes goed erin stoppen. Dan heb je zo meteen nog meer energie. Klinkt raar, maar is wel zo. In 3, 2, 1. Oké, goed. Kom even staan. Oké. Wat we nu gaan doen is eventjes weer een rek voor de schouders. Als je je armen naar voren toe strekt en je pakt met één hand je pols vast. Ja? Dan trek je deze naar voren toe. Dit houden we eventjes een aantal seconden vast. Dus pak je pols vast, naar voren toe trekken en dan voel je die rek in je schouder. Probeer deze ongeveer op schouderhoogte naar voren toe te trekken. Oké, schud los. Andere kant. Dus je pakt je pols vast, schouderhoogte en trekt die pols naar voren toe. Dan voel je het in je schouders en misschien ook nog wel hier bovenkant bij je nek. Trek die naar voren. Oké, schud eventjes los. Nu doe je weer net als in het begin je vingers in elkaar, maar achter je rug. Probeer nu zo ver als mogelijk omhoog te trekken. Voor de mensen wat meer willen, dan ga je helemaal naar beneden toe en dan kun je hem nog verder naar voren toe trekken. Voel je ook direct nog meer in je schouders en in je armen. Hou nog even vast. Oké, schud even los. Nu pakken we met onze handen achter onze knieën de handen vast. En je trekt jezelf omhoog terwijl je handen je tegenhouden. Je maakt dus een bolle rug. Je laat je hoofd gewoon zakken. Je nek is relaxed. En je voelt je schouderbladen uit elkaar trekken. Je mag een lichte knik in je benen hebben als je het fijner vindt. Als je zelf maar omhoog trekt en die handen houden je tegen. Kom nu langzaam recht. Werveltje voor werveltje. Gaan we naar links rechts draaien. En je neemt je voeten mee. Oké, we eindigen met die lekkere voor de rug. Dus pak even de stoel erbij. Ga erin zitten. Gaan we weer rechterbeen over je linker. Je trekt dat been naar je toe en je draait de andere kant op. Trek dat been goed naar je toe. En wisselen. Linkerbeen over rechts. Je trekt dat linkerbeen goed naar de rechterkant toe en draait in met je bovenlichaam. Oké, goed. Dan eindigen we met een diepe ademhaling. We starten beneden. Je maakt je heel erg lang. Bovenin uitrekken, dan hou je ook eventjes je ademhaling vast. En als we dan weer naar beneden toe gaan, dan blaas je uit. Doe het twee keer achter elkaar. Dus we beginnen beneden. Adem in, maak je lang. Adem vasthouden, helemaal uitrekken op de tenen. En los. Ga naar beneden. Weer adem in, maak je lang. Helemaal uitrekken op die tenen. Adem vasthouden. En los. Zo. Hopelijk voelt het allemaal weer wat lekker soepeler. En ervaar je ook meer energie voor de rest van je werkdag. Als je het leuk vond, like ons dan alsjeblieft op Facebook. En je kunt deze ook altijd terugkijken. Deze stream. Als je nog ideeën voor ons hebt, dan laat het ons graag of laat het ons weten. Want wij staan altijd open voor jullie goede ideeën. Fijne werkdag nog. Doei!